Ik wist wel, ik ben niet 100% hetero, er is niemand 100% hetero, dus ik wist wel. Alleen ik had er nooit, ik was nog nooit verliefd geworden op een vrouw. Ik wilde altijd Melanie C. zijn als een Spice Het is dus best wel gay. Oh, je bent nu lesbisch. En toen dacht ik, hoezo noem jij me nu opeens lesbisch? Weet ik veel, weet je wel. Ja, in jouw bijzijn word je vanzelf een beetje succesvoller, een beetje gouder ook. Want ik geloof dat jij in totaal 65... Medailles hebt gewonnen in jouw zwemcarrière, legendarische zwemmersporter was je. Heb je ze allemaal ook bij je nu, of uh, kunnen we ze ergens zien? Nee, ik heb er twee thuis en de rest ligt in een kist uh, bij mijn moeder. Oh, welke twee heb je thuis? Oh nee, vier. Ik heb er vier. Ik heb uh, de twee Olympische medailles heb ik thuis en uh, mijn Europese titel en mijn wereldtitel die in de en hangen die olympische medailles ook op een mooie ceremoniële plek? Misschien in de, midden in de woonkamer, boven de mantel? Of... Nee. Waar hangen die? Nee, die liggen in de kast en die andere twee hangen op de wc. <laughs> op de wc? Ja. Ik ben heel blij dat jij vanavond in elk geval uh, vandaag hier bij ons bent. Bij de Queer Film Confessions. Want we gaan even ja. kijken naar representatie in filmseries, media... Uh, die voor jou veel hebben betekend... Um, maar misschien om te beginnen, hoe zou jij jezelf identificeren? Ja, dat is een hele goede vraag. Omdat uh, ik eigenlijk natuurlijk pas. Nou ja, ik, ben, ik heb nu pas voor het eerst een relatie met een vrouw. Dus ik had voor mezelf ook die vraag: van, goh, welke hokjes zijn er allemaal? Maar eigenlijk wil ik niet in een hokje. Maar ja, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik, ik ben gewoon nu met een vrouw en heel erg verliefd op haar. En dus ja, dan zou je kunnen zeggen: bi, Of en ik zit nu in een lesbische relatie. Maar ja, I don't care eigenlijk. Nee, het maakt niet voor je uit dat je denkt: oh, dat is fijn om te hebben. Want soms kan een label ook bevrijdend helpen of zijn. Uh, nou, ik vond het wel heel fijn om te weten welke uh, hokjes er waren. Dus eigenlijk, wat ik heel raar vond, was dat uh, toen ik dus met Maartje een relatie kreeg: van... Maarten, oh, bordels. Ja, precies. Ja. ja, van oh, je bent nu lesbisch. En toen dacht ik: hoezo noem jij me nu opeens lesbisch? Weet ik veel. Weet je wel, ja, ik. Um, of, oh, je bent nu biseksueel. Ik wilde wel weten welke hoortjes er waren, maar ik hoef niet per se erin. Dus misschien is dat heel raar, maar het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Meer om de parameters van uh, de hele scene een beetje te verkennen... en dan ergens daartussen te bestaan. Te zwemmen, misschien wel. Nou, wie we... ja, misschien. Maar ja. ja, noem me bi, noem me lesbisch of pan, ja... Het maakt jou niet uit. Nee. En je zegt: ik ben pas nu voor het eerst met een vrouw. Hoe lang ben je nu met Maartje samen? Uh, rond, de jaar, ja. rond de drie jaar. En hoe was het ook voor het eerst dat jij echt bij jezelf door had dat je gevoelens had voor een vrouw? Of kan je nu met terugwerkende kracht wel naar het verleden kijken en denken: oh, misschien dat ik toen, was dat toen ook al wel aan de hand? Nou, ik had wel eens met vrouwen geslapen, maar ik was nog nooit echt verliefd geworden op een vrouw. Dus ik dacht eigenlijk van, nou, ik eindig waarschijnlijk met een man. Uh, maar ja, totdat ik haar uh, tegenkwam. En toen dacht ik wel, oh, oké. Okay. Zij is wel echt helemaal amazing. Uh, Wat maakte haar anders? Uh, nou ja, ze is heel. Ja, hoe leg ik dat uit? Het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Uh, ik vind haar nu heel speciaal. Dus zeg maar, in uh, hoe ze denkt. Ze is heel snel. Uh, ze heeft heel veel diepgang. Ze is heel lief. Ze is heel mooi. Ze is heel slim. Ze is heel grappig. Mm -hmm. um, ja, uh, gewoon. Total package. Ja. <laughs> dus daar kon je niet meer omheen, eigenlijk dan? Nee, nee, nee. nee. En, en heel veel mensen vragen wel eens van de goal, uh, Denk je dat als stel, ik ook natuurlijk niet, maar stel dat die relatie overgaat, of ik dan eerder voor een man of een vrouw zou gaan, dan denk ik wel eerder voor een vrouw. Dus ik denk wel, ik wist wel, ik ben niet 100% hetero. Al oh, is niemand 100% hetero. Dus ik wist wel, alleen ik had er nooit, ik was nog nooit verliefd geworden op een vrouw. Dus, uh, ja. dus in, daar in die zin dacht ik, nou dan zal ik wel met een man eindig op zo en misschien ook een beetje dat dat uh, ja toch ook een, ja dat dat de norm nog steeds is dus uh... ik weet dat in sommige sporten bijvoorbeeld als je kijkt naar het voetbal uh, waar veel vrouwen uh, ook op professioneel niveau dan ook queer kunnen zijn uh, tennis heeft daar ook een, een handje van is zwemmen een, een queer sport nee nee niet echt er zijn wel vooral uh, weinig mannen die uh, uit de kast zijn uh, vrouwen wel meer ze dus zijn wel wat, wat lesbische sport, uh, zwemsters, maar het is niet... Uh, nee. Nee. Het is niet, uh, niet hockey of vrouwenvoetbal of... Uh, nee. Maar ik merkte ook wel uh, dat het was een verschil het was... dat als ik met een man hand in hand op straat liep uh, en met een vrouw... Vond dat was echt bizar. Dat was zo'n groot verschil. En ook omdat ik natuurlijk... Daar Want veel... wat was het verschil dan? Nou, het, ik was opeens heel zichtbaar. En ik uh, kreeg een reactie op... Uh, soms leuk, maar ook soms naar. En, uh, oh ja. Ja. Wat riepen ze dan? Nou, gewoon, weet je wel, van, uh, oh ja, ik weet niet, gewoon zo van, oh, uh, leuk, weet je wat? of ga ik die... je gewoon een beetje kinderachtig, ja. maar ook wel dat ik een keer gewoon met haar in de auto zat, gewoon naast elkaar, die dat zat aan het zoenen waren of zo, en dat er echt zo'n man uh, in zijn auto stopt naast ons en die maakt echt heel veel op zijn handgebaren en uh, dat ik echt dacht van, wat de fuck is dit, joh? Nou, mijn beste vrienden waren allemaal uh, queer. En, uh, en mijn beste vriendin, die, uh, die keek toen de L-Word. een uh, dus serie. Ging dat, dus ik ging dat ook. <laughs> Wat een <heel> hele <laughs> dus, serie, toch? Ja, ja fantastisch. Ja. ja, het is, uh, ja. <laughs> nou ja. <laughs> de, de, het eerste seizoen, uh, dat uh, heb ik toen gekeken. Uh, dat oude seizoen. Dus niet de uh, ja, originele die, uh, serie precies. van begin 2000. Ja, en dat, ja, dat heb ik wel helemaal uitgekeken. Dus dat vond ik wel En leuk. waarom? Zaten er hele goede verhaallijnen in? Nee, nee. Was het acteerwerk heel goed? Nee, ook niet. Nee. Waren, waren het hele geloofwaardige storylines? Scènes? <laughs> nee, voor wie keek jij dan? Laat ik het zo vragen. <laughs> voor wie keek jij de L-word? Ik werd het meest blij van bed. Beth. Beth Porter. Beth Porter. Ja, nou, laten we dan heel veel kijken. Speciaal <laughs> voor jou. Annie heeft het onder controle. Maak gewoon de afspraak en vertel me wanneer het is. Morgen. Ik ben sorry dat ik laat ben, maar ik heb een heel really goede excuus. What's up? Hey, she's up. She's in the back. Oh, maar dit, zijn, dit is nog een braaf fragment. Want Beth Porter stond wel bekend om haar BDE, toch? Oh, dat weet ik niet eens. Kunnen we dat kiezen? Haar Big Dick Energy. <laughs> Ik dacht, ik dacht, wat zeg jij nou in van de bondage? Haar BBE, haar Big Bad Energy. Ja. Eigenlijk, oh ja, ja, precies. Dat Toch? Is, ze ja. was een soort. Ja, ze is wel een sterke impressive. vrouw. Een ja. gro ja. grote speler in de kunstwereld, in de serie. Klopt, ja. Dus ja, ja allemaal vrouwen wel... die ze om haar vingers aan het winden was. Ja, ik vond haar wel heel aangenaam naar te kijken. Ze was gewoon in ieder geval gewoon inderdaad een, een power uh, vrouw en niet zo'n ja en, en gewoon hot. Ja. Is dit dan ook, zeg maar, kijk je dit dan puur als vermaak of hou je er ook iets echt uit aan representatie? Ik ben denk ik niet helemaal het standaard verhaal. Dus ik heb nooit uh, dit gekeken en, en dacht van... Oh, it's about me. Um, maar ik vond het wel heel tof. Ik was, dacht wel van... Oh, leuk. Gewoon alleen maar vrouwen. Dus ik kijk liever naar twee vrouwen samen... dan, dan uh, 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 zeg maar... Uh, twee, twee vrouwen die seks hebben vind ik fijn om naar te kijken... dan man en vrouw, zeg maar. Dus ja, dat, dat, dat was er altijd al wel. Uh, maar ik dacht toen niet van... Oh... Dit, is, dit, dit gaat heel erg uh, over mij. Dus nee. ik weet niet wat dat dan allemaal zegt. Maar... En heb je dan nu, want ik kan me ook voorstellen, ik, dat je dan op een gegeven moment, uh, of nu dan een relatie hebt met een vrouw, dat je dan een soort inhaalslag bijna gaat maken. Ook qua films, series, boeken. Ik weet dat jij heel veel leest. Uh, heb je dat gedaan of is het meer een soort van gekomen wanneer iets toevallig uit werd gebracht, wat queer was? Nee, uh, nee. Ik wilde wel, ik wilde wel meer, meer zien, ja ja dus uh, gewoon uh, nou ja jij hebt me nog alle dingen geadviseerd, maar La Vida deel uh, ja. hoe heet die in, um, Killing Eve Killing Eve heb ik door jou gekeken inderdaad uh, en um, Kerstfilm heet het Carol Carol ja Happy season heb je ook nog met Kristen Stewart McKenzie Davis nee dat heb ik niet gezien nee Carol. Ja, Carol is een klassieker dus je hebt wel ja. een aantal ja ik dacht ik moet eventjes uh, ik moet hier... weten waar ik met ik al die lesbiennes over moet praten <laughs> nou, ik <laughs> heb ik geen idee waar je praat. dit <laughs> We zitten hier natuurlijk ook nu in mijn confession booth. Uh, en los van wat je al aanhaalt aan representatie hebben we ook een aantal um, sappige vragen aan jou. Quick confessions, zoals we dat noemen. In het Engels. En dit is de eerste. Dit is het meest lesbische aan mezelf. Ja. Uh, ik wilde altijd Melanie C. zijn. Als een Spice Girl zijn. <laughs> het is best wel gay. Ja, dat is wel... <laughs> uh, dus, ja, dat, and... daar kan je niet echt omheen. Ja, ja. ja. Uh, tank tops. Ik heb Burgerstogs, toch? Ja, moet ik nog even doorgaan? Bed, nou ik zag bed net ook trouwens in een tanktopje rondhangen. Ja, tanktop, uh, ja. Als je dit kijkt en je wil indruk maken op Femke Leenskerk, <laughs> trek een tanktop aan en zeg dat je de L-word een goede serie vindt. Dat heb je er, hoor. Nou, mijn beste vriend is Johan Kenkuis. En, uh, en hij was als een van de eerste sowieso een van de eerste zwemmers. Uh, ik denk de eerste zwemmer in Nederland die uit de kast kwam. En uh, um, ja, dus dat is, en hij is al heel lang mijn beste vriend. Dus ja, hij is voor mij wel een rolmodel. Ja. En uh, we hebben ook een fragment. Klaarsen, maar kun je dat even inleiden? Waar gaan we precies naar kijken? Ja, dus hij vertelt, uh, hij gaat uh, naar de Olympische Spelen in Sydney, dat is in 2000. En hij zit dan nog in de kast. En uh, hij wint dan uh, een medaille op de Olympische spelen met Esther Vette. En de dag daarna denkt hij, weet je wat, uh, ik wil nu naar een gay-bar. En, uh, en hij, hij vertelt dan eigenlijk van dat, hij dan, dat hij dat een mooiere prestatie vond. Dat hij zich gelukkiger voelde uh, na de dag dat hij naar de gamer was geweest dan met een Olympische medaille. Mm. En, dat, en dat vond ik heel erg mooi en dat raakte me heel erg. Um, omdat, het, ja, omdat de essentie zoek eigenlijk altijd gaat: weer, eigenlijk ook wat er bij de Lesbische Liga gaat om wie je bent en niet om wat je kan. Ja. En, uh, en dat heeft hij gewoon heel mooi uh, eerlijk gezegd. Ja. Oké. Okay. De dag nadat ik Olympisch brons haalde, ik, ik wurmde me los van, van de rest van het team. En ik nam een taxi en uh, ik, ik wist niet eens waar ik naartoe moest. Het was nog tijd voor, voor het internet, zeg maar. En uh, ik vroeg aan de taxi van bring me to a gay bar. En dat was in Sydney. En uh, de volgende dag werd ik veel meer wakker met een trots gevoel. Misschien nog wel meer dan de ochtend daarvoor na de Olympische medaille. Ja. En heb je het met hem ook wel gehad over jouw seksualiteit, bijvoorbeeld? Ten tijde dat jullie samen nog voor Oranje zwommen, dan? Um, nou ja, vooral, eigenlijk vooral toen ik dus verliefd werd op Maarten, was wel hij wel een van de eerste die ik, die ik ging bellen, ja. En waarom is dat zo? Ja, omdat ik wist gewoon van: hij weet hoe het is. En uh, uh, bij hem voel ik me sowieso, ook als ik uh, met wie ik ook was thuisgekomen, maar uh, voel ik me heel erg uh, gezien en niet veroordeeld. Mm -hmm. En dat, uh, dat is natuurlijk fijn om. Uh, om, om dat te zeggen. En ook mijn zus. Mijn zus hebben dus ook een van de eerste die ik gebeld heb. Ja. Met, met het nieuws. Ja, met het nieuws. Het ja, nieuws. Van, ja, ja. Eh, waarin ik ook niet echt voelde: van uh, zenuw had om te stellen. Van, uh, nee. Ja, ik, uh, ben, ik vond het natuurlijk wel spannend, maar ik wist: ja, voor haar is alles. Het maakt haar niks uit. Ik vond uh, iets een Zin. Vond ik heel erg goed. Dit mm -hmm. uh, het... serie. Ja, echt waanzinnig. Goed. Met Olly Alexander. Ook de Eurovisie inzending van Engeland dit jaar. Oh, ja. oh wat goed, dat wist ik niet. Nou nee, ja, echt een waanzinnig goede serie. Uh, ook heel educatief. En Nou ja, ik vond het heel goed. Iedereen ook. Dit, dit moet iedereen kijken ook. Dat is een section. Morning. Heb je me gezien? He said, she said, they said. They're always saying something. They think it's this virus, AIDS. There are boys dying all over the world from sex. Don't be ridiculous, that would be all over the news. The government knows all about it and they're keeping it quiet. Do you think there's an illness that only kills gay men? The whole thing is a pack of lies. get better from AIDS, you? I don't think anyone knows. Waarom vond je deze serie zo goed? Ja, omdat echt alles erin zit. Dus en het gaat heel erg over AIDS en ook hoe, hoe, dat, hoe daar uh, destijds mee werd omgegaan. Maar wat ik ook uh, heel mooi vond, is uh, de verschillende manieren waar ermee werd omgegaan uh, de kinderen van ouders. Dus als ze gay waren, hoe daarmee werd omgegaan. Uh, dus uh, er was al een hele trotse moeder, de moeder van Richie. Die uh, er zit één fragment in. Dat, zij, uh, dat, dat ze weet dat hij gay is. En dan heeft hij een performance gegeven... en dan iedereen geeft hem een staande ovatie... en dan kijkt zij eerst naar... oh, iedereen klapt en dan ga ik ook klappen. Oh. Uh, dus helemaal niet... dat is mijn kind en ik ben trots op mijn kind. Uh, dat vond ik heel heftig. Maar je hebt dan ook uh, een moeder... van zo'n hele lieve jongen, een beetje die nerd... ik weet niet hoe die heet, een hele lieve jongen. En uh, die juist heel erg stimulerend is. Dus zij weet, zij ziet, mijn zoon is gay. Uh, en ze zegt van... oh, je huisgenoot is... Uh, die is ook heel lief hè, die ik vind hem ook heel knap en dus ze vindt ja het heel erg van het, probeert het is, gesprek precies te openen, van ik vind het ik, ik accepteer jou en ik vind het heel leuk en en dat dat ontroerde mij heel erg want dat ja dat dat zou wel wat meer uh, de nadruk mogen krijgen ja want hoe was het bij jezelf uh, medium goed ontvangen <laughs> ja en wat betekent dat uh, nou veel heel veel mensen echt heel fijn uh, mijn broer mijn zus en zo en ik denk dat het voor mijn ouders wel ja, toch wel. Uh, nou, wel een beetje spannend was. Dus ook wel. Uh, en dan vooral dat zij zich. Uh, mijn, moeder, mijn moeder met name. Vooral zich zorgen maakte over de buitenwereld. Hmm. Terwijl op dat moment. had ik gewoon meer nodig. Net zoals die man. Van hé. Hey, of die moeder. Uh, van. Oh, het fijn. Weet je wel. Dat je, dat je nu met iemand bent. waar je helemaal in toe bent. Ja. Yeah. Dus meer dat, ja. En niet op de angsten te veel Nee, blijven, nee, want uh, ik was zelf, voelde ik me al een beetje kwetsbaar. En is het niet fijn als, als een van je ouders dat een beetje voelt. Ja. Dan wil je juist dat die dat gedeelte het wegneemt. Ja. En hoe, hebben jullie, zijn jullie daarna heel erg gaan praten... om dat soort van, die reis of dat proces met elkaar aan te gaan? Of is dat nog soms een beetje... Nee, een nee, druk? dat is nu... Nee, nee. En ik snap ergens ook wel van, zij vindt het, vond het gewoon spannend. En je wil natuurlijk ook niet dat je kind... Uh, iets ergens gebeurt. Ja. Nee, of dat mensen stomme dingen zeggen of zo. Dus ik snap het in die zin wel, maar dat is op dat moment niet wat je nodig hebt. Ja. Uh, dus het is helemaal geen issue. Maar ja, als je vraagt, hoe was het ontvangen? Was het niet van. <laughs> ja, Toen mijn vader vraagt. Ja, mijn vader zei van. Oh, dat is heel wat anders. Even <laughs> heel drog. En die heeft er verder niks meer over gezegd. Maar uh, voor bij mijn zus voelde ik echt. Uh, en ook wel mijn ooms en tantes en zo. Van uh, ja. ja, gewoon eigenlijk dat het. Dat het de normaalste zaak van de wereld is en dat vond ik heel erg fijn. Ja, Dat het, ja, dat het niet als, als soort gek iets werd behandeld, nee. van oh, het is liefde. Ja, ja, ja. precies. Ja. Wat vond jij het leukste aan queer zijn? Ja, ik denk wel echt de community. En ook wat, uh, wat is eigenlijk in deze serie ook heel mooi, is dat mocht je geen steun hebben van je ouders of van het, het vaste sociale netwerk, dan, uh, uh, of van je bloedlijn eigenlijk, dat er dus een netwerk is van vrienden. Uh, en uh, de queer community is gewoon wel, heb ik ervaren, heel hecht en heel sterk. En, mm. uh, en ik denk dat ik er dat heel fijn aan vind. Dat er een soort van bedding is voor iedereen. Ja. Als je maar de l hebt gekeken, anders dan kom je er niet in. <laughs> ja. dat, is gewoon, dat is gewoon het enige. Anders dan houd het er gewoon op. Dat hoor je niet bij. <laughs> nee. Nee. Heel erg mooi. Um, wij gaan je nog niet laten gaan voordat er één speels laatste element Nou, je ziet het al, de schijf van vijf ligt voor me. Ja. Uh, ik heb hier een paar prachtige roze filmdagen geshot. En hieromheen liggen vragen, een soort ja, laatste confessions. Leuk. En als jij, uh, je mag een kaart pakken zo. En dan omdraaien. En als je de vraag wil beantwoorden, top. Als je hem niet wil beantwoorden, dan mag je een van deze heerlijke producten uitkiezen uh, om te shotten. Heel veel succes. Wie is de laatste persoon die je op Instagram hebt gestalkt? Ja? Yeah. Wil ik best beantwoorden. Uh, nou, ik denk uh, dat ik, uh, hoe heet zij? Kristen Stewart. Jouw. Uh, ja, en dan moet ik je echt teleurstellen, want ik ging kijken van waarom vind jij die nou zo fantastisch? Ik voel hem niet. Moet ik. Ja, waarom als... vind ik, ik, laten we dit niet op mij specificeren, de volledige lesbische wereld vindt Kristen Stewart geweldig. Oh, ja, weet je, ik, ik ben toch een beetje een outsider, heb ik het gevoel. Ik... Vind jij Kristen Stewart niet hot op die Rolling Stone coverfoto? Ik vind dat je moet drinken, puur <laughs> omdat je Kristen Stewart nu beledigt. Okay. Ik wil dat niet ik... hebben, niet in wat mijn woonkamer, is... niet op mijn bank. Okay. Dat gaan we hier niet doen. Wat is wat? Uh, het is allemaal Goed. heerlijk. Dit is met zuivel, dus ik weet niet of je dat... Een soort fristie is dat, okay. maar... Oeh, man. Ja, het zijn alleen maar natuurlijke producten. Ja, ja, oké, okay. ik doe het voor jou. Santé. Mijn excuses. En voor Kristen. we haar niet vergeten. Oh. Heel erg bedankt dat je er was. Uh, en als jij kijkt en als je nou meer wil zien, dan kan dat. Want de Ross Filmdagen die beginnen op 13 maart en lopen tot 24 maart in het Ketelhuis in Amsterdam. En daar draai je allemaal prachtige films, documentaires. Er zijn leuke gesprekken, dus daar moet je zeker even heen komen. En zie je ons en niet Kristen Stewart daar.